Goedemiddag jongens en meisjes, welkom bij weer een aflevering van Amateurvis.nl. Ik zit hier met Sjaak en Leo. En Sjaak is niet een visser, dat is weer, hij had gisteren geweest, hij had 156 voor ons gevangen. Dat is, zegt hij. Dan moeten we een keer wat meenemen voor in de vriezer, jongen. Wel met de vaste stok, hè. En ja, ik heb lang niet meer geweest. Er loopt mensen in klagen van waar bleven de video's. Ik in klagen, wanneer kan ik weer vissen. Maar ik was op vakantie. Ik was naar de Monte Bianco in Noord-Italië, de Mont Blanc. Flink gewandeld, maar we zitten nu lekker te vissen. Leo die gaat vanavond zijn kookkunst laten zien. Want er wordt geen opwarmmaaltijd, maar een... Ik weet niet wat hij gaat doen. Een dikke steak of zo. Ik ben wel benieuwd, het wordt vers bereid, dus dat gaan we meemaken. Ik heb Scopex pallets van tijgernotenkoop.nl. Een beetje te plakkerig, dus die moeten nog even een beetje drogen. Maar dat komt vanzelf. En ik vis met de Dumble Wafters van Mainline, deze. Hij ligt er net 5 minuten in, dus ik kan er nog niet veel van zeggen. Ik kan alleen maar zeggen dat ik zin heb om te vissen. En dan weer lekker tot 9 uur kunnen blijven zitten. Dus dat is wel mooi. Ik vis met een method feeder. Leo zo te zien met de korf. Ah, gaat net, Leo. Oh. Dus we gaan het meemaken. Ja, dat is de eerste vis. De platte. Maar dat maakt me niks uit. Waar net een kapelvisser die kwam hier langs. Yo, ik vang hier altijd van die dikke platte en dat is allemaal niks. Maar mij maakt het niet uit. Vis is vis. Vis is vis. Kijk eens, daar komt hij. Hoppa. Hoppakee. De eerste leeuw. Hoppa. Het zijn hier altijd flinke lappen, zoals jullie wellicht kunnen zien. Ja, de breedbeeld maakt het allemaal wat kleiner, maar hij zal toch zeker zo'n 45 centimeter zijn deze. Denk ik. We zaten even in een regenbui. Huh? Een bestje koffie? Ja. Lekker. Leo gaat teriyaki maken straks. Leo had er nu 2 gevangen trouwens. Het was net even een regenbui. En voor die regenbui was het even wat stiller. Hopelijk gaan ze daar aan de slag. Maar het zal wel rond de avond zijn. Denk ik nu 5-6 of zo. Maar shit, lekker. Echt te lang geleden. Ik was naar Italië geweest met mijn vrouw en dochter. Naar de Monte Bianco, dat is de Mont Blanc. Daar zijn we ook op geweest. Niet gelopen hoor, maar gewoon lekker met de kabelcar. En ja, dat is natuurlijk wel allemaal hartstikke mooi en hartstikke leuk. Veel mooie foto's gemaakt daar. Echt gaaf. Maar ja, niet gevist. En ja, ik heb wel echt vangdrang, moet ik zeggen. Echt behoorlijk. Dus het komt deze week helemaal goed. Maar het was een lekkere vakantie, maar nu vind ik ook wel lekker om alleen te zijn. Mijn vrouw is naar een of ander kunstfestival in Drenthe. Dus die is een week onder de pannen weer aan het kamperen en ik kan een week vissen. Ik denk, dan ga ik zaterdag met Leo vissen, ik wil lekker eten. Ja, zegt maar, ja, dan moet ik boodschappen doen voor vanavond. Ik zeg, nou ja, ik ga met Leo vissen. Oh nee dan. Nee, dat is een geintje. Dat is een geintje, dat was niet echt gebeurd. Maar ja, leuk dat jullie weer allemaal kijken. Het gaat lekker, dus er komen weer een hele hoop video's aan. Voor de liefhebbers. Ook voor de niet-liefhebbers, maar die hoeven niet te kijken natuurlijk. Ja, lekker, dankjewel. Dank je. Lekker bekse koffie. Wat een leeuw. Ah, oh, kunnen we er even tegenhaken. Ja. Het is een tijdje wat rustig, jongens. Ze hebben nog wel af en toe een beet gehad, maar niet heel veel. Maar het is nog vroeg natuurlijk, maar ik heb er wel een korf aan gedaan. Ik heb die method feeder heb ik eraf gehaald. Dan heb ik hier een Gamakatsu onderlijn. Bream feeder. Zal zijn 1700 of zo, denk ik. Ben ik niet zeker. En ik heb hier een koeltas bij me. Die heb ik van Fox Rage. Die heb ik ooit gekocht bij doedehaasbestellen.nl of zo. Stinkt goed. Oh man, meurt. En daar heb ik maaien in zitten. En die maaien heb ik schoongemaakt, geloof ik niet met maaienreiniger. Oh, dat is niet meer zo'n ammoniakrijk, maar ze stinken nog steeds naar ammoniak.
smerige. Ja, ik heb ze wel gezeefd, maar ja, poh. Muren nog eens een ziekte. Maar goed, dan denk ik eigenlijk met maaien. Probeer maaien is natuurlijk altijd goed. En mais en maaien. Dat zijn een beetje de de facto dingen. En Leo die is ondertussen heeft hij de match hengel uitgegooid. Naast zijn feeder heeft. Oh nee, de feeder heb je binnen gehad. Feeder heeft hij opgeruimd. Is met de match hengel aan de slag. Een dobbeltje steekt hier mooi boven de waterkant uit. Dat is natuurlijk altijd wel mooi. En even een maaitje eraan. In die maai doe ik altijd over de haaksteel. Zodat die goed bedekt is. En dan nog een maai over de haakpunt. Dan nog eentje over de haakpunt. Wil je ook maaien hebben, Leo? Nee, Waar vis jij mee? Ik zeg, dan gaat hij al onder, jongen. Oh, ik gooi hem op zijn kop. Zo, maaien eraan. Ik heb ook kastels bij me nog. En wat heb ik nog allemaal bij me? Meelworm heb ik niet bij me. Die liggen nog in de ijskast. In een kuurschrank, ja. Pellets zijn ondertussen weer wat hard geworden. Scopex pellets heb ik wel een beetje. Scopex is natuurlijk een beetje een kunstmatig voer. En nu vis ik met maaien. Eigenlijk had ik nou dingen bij moeten hebben. Hoe heet het? Wat grondvoer. Wat natuurlijk. En dan kon ik er wat wormen doorheen knippen en zo. Maar... Heb je voer? Misschien dadelijk, ja. En, maar goed, even kijken of we op de maai iets willen doen. Dan draai ik een dikke baars. Dikke baars, jongen! Jongen! Komen we dan! Ah, ja, maar we zitten lekker, jongens. Het is echt heerlijk. Ik heb het echt gemist. Want, in die Alpen en zo zijn mooi, maar al dat gletsje water, daar zit geen vis in. Hè. Ik geloof wel in een dal, daar was wel, kon je wel forel vissen, geloof ik. Ja, maar ik vraag me dan ook af of die uitgezet waren of niet. Ik kan me niet voorstellen dat een kilometer naar de bergen in één keer vis zit. Maar ja, goed, het zou kunnen. Jullie als een keer gevist in de buurt van de Alpen, laat het even weten in de commentaar, want dan ben ik wel benieuwd naar. Snapla. Een mooie gauw, hè? Ja, die is goed. Ja, krijg je met maaien gaat vissen, hè? Mooi visje. Hop. Ja, zeer schön. Hast du eine geile, super geile, affengeile Gummispritzer? Am Fisch, ja, da kommt er. Der Bube. Ja, ik heb. Ik spreek alle talen. Ja, ik heb het in de gaten. En nou Spaans. Ik ken ook Zwitsers. Ricola Schweizer Kräuterbutter. Oh. Jongens, Leo die is met de matchhengel aan het vissen. En hij gooide net de feeder uit en die feeder was nog niet halverwege het water en toen had hij al beet. Dus Leo is slim. Dus die pakt de matchhengel. En hij gaat op half water zitten. Ja, nog hoger zelfs. En hij gooit nu die matchhengel in. Ik zie die pen. Hij heeft gewoon constant beet. Hop. Ja, prachtig. Ze zitten gewoon half water. Mijn pellets zijn droog. En vaak moet je ze meerdere keren nat maken. En ook zo'n uitlekbakje. Dus kan je even de aardappelen afgieten, zeg maar. En eventjes één keer ondersoppen. Zonder te vallen. En dan zijn ze eigenlijk weer helemaal goed. En even laten uitlekken. Ik heb zo'n uitlekbakje van Google, maar daar kun je eigenlijk alles voor gebruiken. Dat maakt niet uit. Een zeef. Maar ja, deze is wel handig. Je zit in zo'n kleiner bakje, zal ik even laten zien. Een zwart bekje. Kunnen die inleggen. Kunnen ze mooi eventjes een beetje opdrogen. Het begint aardig warm te worden. Het zonnetje schijnt flink. Ik kreeg een broeine bulles. Hé, waar is die dobber? Heeft die leeuw staat hier gewoon te bakken, hè? Oh, man. Vers van de pan, hè? Chinese
Chinese wokgroenten. Chinese wokgroenten. We gaan direct chili garlic olie. Ja. Wow, heel lekker. Schouder ham. Hamblokjes erbij en dan hebben we straks gewoon een beetje olie erbij. Dat is goed voor de pulperitis. Ja, de pulperitis heb ik geen probleem mee, jongen. Dan moet je eerder wat minder olie erin doen. Oh, lekker. De meeste mensen die vragen, van, ga ik hier mee vissen? Ga ik gewoon één keer of zo, hè? Maar Leo blijf ik gewoon meegaan. Daar moet ik kijken, joh. Kijk wat daar. Nee, gewoon eten. Ik hou ondertussen even de hengels een beetje in de gaten. Oh, ja, Leo, je hebt dit. Ja. Uiteraard als je bezig bent, hè? Ja, altijd, hè? Ja. Hangt hij eraan? Ja, zeker. Een kleine. We zitten even voor de... even een herinnering, we zitten te vissen. Nou, een braas ervan. Kunnen we hier mooi zo in... Nou, liever niet. Oh man. Maar je ziet wel, hè? Ik heb daar vaker gedaan. Ik maak even een foto van mijn vrouw, die gelooft het niet. Ik eet hier beter dan thuis. Dat heb ik al eens gezegd, maar dat is echt zo. Als ik thuis ben, zeg maar, en het is mooi weer, zit ook wel vaak buiten thuis buiten te eten. Ja, als mijn vrouw thuis is, dan eet ik ook meestal wel buiten. Mijn vrouw ben. Nee, die wil ook altijd buiten eten. Ik zelf is meer even boter, maar ga ik wel achter de computer zitten, maar buiten is wel lekker. Ik ga altijd op mijn bord staan. Ik ga niet op mijn bord staan. Die trok hem wel goed om. Ik heb even beet hier, jongens. Terwijl ik zit te eten. Uiteraard weer. Ik dacht eventjes dat is een zeelt of zo, maar volgens mij toch in de platte. Maar het trekt goed, blijft goed. Blijft ook wel beneden eigenlijk. De vraag is af wat dat is. Ik had hem tegen de plant aangegooid. Ik denk, ja, ze zijn in de platte. Een zeelt? Nee, nee, het platte. Een ruisbarbeun. En denk gewoon gewoon tussen de planten. Als je er tussen bent in pech had. Maar ik heb hem. Ik ben even mijn net uit. Kijk, ja. Aan de lijn van Leo. Kijk, daar gaat hij eten. Ja. Dat lijkt net als een. Dat is je. Er zit een wieks hier. Jongens, het was lekker vandaag, Leo. Ja, het was heerlijk. Het was een beetje warm in het zonnetje, maar erg benauwd eigenlijk wel. Heel benauwd. En we hebben er wel wat gevangen, een stuk of, ik weet het niet. Ik heb een stuk of 7, denk ik. 7, 8 of zo, ja. Samen 15 stuks misschien. En lekker gegeten, Leo had lekker gekookt. Ja. En Leo. Ja. Dus ik heb het buikje rond. Letterlijk en figuurlijk. Ja, ja, dus we gaan nu, het is nu kwart voor 8 of zo. Het is nu langzaam tijd om op te breken. Ik rijd dadelijk nog even langs de stek van morgen. Misschien nog even wat voorvoeren, moet ik even kijken. Maar fijn dat jullie weer bij waren. En vond je een leuke video? Vergeet niet een duimpje omhoog en abonneren. Wordt gewaardeerd. En tot de volgende keer. Keep on fishing.